Nou, het is eigenlijk typisch iets voor mensen die moeten beginnen met leiding geven. En zich afvragen, ja, hoe doe je dat? Weet je wel? Je bent ondernemer, er komen mensen bij. En op een gegeven moment denk je, ja, ik ben niet alleen maar ondernemer, maar ik ben ook manager. Ik moet mensen leiden. Hoe doe je dat? Ja. Ben, elke week vraag ik aan mijn gast, wat is je favoriete boek? Ja. Heel veel boeken heb ik al voorbij horen komen. Jij kent denk ik ook heel veel boeken. Maar welke mag ik nou echt niet missen? Nou, wat ik van veel ondernemers hoor, en ook trouwens van veel adviseurs, is dat boek van Ken Blanchard, The One Minute Manager, de 1 minuut manager. En dat is echt een klassieker. Ja, wie is een heel dun boekje. Ja. Ja. Ja, Ken Blanchard is eigenlijk een onderwijskundige uit de Verenigde Staten. Hij is inmiddels in de 80. Ook echt een managementgoeroe, kan ontzettend leuk vertellen. Dit is een beetje een doorbraakboek voor hem geweest. Het is een enorm populair boek geworden, ja. The One Minute Manager. Dun boekje, One Minute Manager, waar gaat het over? Ja, nou, het is eigenlijk typisch iets voor mensen die moeten beginnen met leiding geven. En zich afvragen, ja, hoe doe je dat? Weet je wel? Je bent ondernemer, er komen mensen bij. En op een gegeven moment denk je, ja, ik ben niet alleen maar ondernemer, maar ik ben ook manager. Ik moet mensen leiden. Hoe doe je dat? Ja. En dan heeft hij eigenlijk 3 hele simpele punten, die alle 3 ook in een minuut zo in de regel kunnen worden gedaan. Dus ja, wil je ze horen? Ja, graag. Ja, gaan we maar eens beginnen. Ja. Nummer 1 is doelen stellen. En doelen stellen, dat moet je door de mensen zelf laten doen. Dus je gaat in gesprek, je zegt, moet je luisteren, jij werkt voor mij. Wat vind jij nou de belangrijkste dingen om aan te werken? Dan heb je gesprek met elkaar, maar ja, de mensen moeten het zelf formuleren. En dan moet je het eigenlijk zo opschrijven dat je doelen, de belangrijkste doelen in je werk, dat je die in 1 minuut even weer kunt doorlezen. Dus het moet kort en krachtig. Kort en krachtig. Ja. Het tweede is dat je dan afspreekt ook. Zeg, oké, nou, dat zijn de doelen. Hebben we nu met elkaar besproken. Vind je het ook goed als ik je dan een compliment geef als ik je aan je doelen zie werken? Dan zeggen mensen, ja, natuurlijk. Ja, complimenten. Leuk, dat mag. Nou, dat spreek je dan ook met elkaar af. En als je dan iemand bezig ziet met de doelen, om de zoveel tijd, moet je er echt even tijd voor nemen. Een minuut, zullen we maar zeggen. Om iemand te vertellen van, je bent goed bezig en hartstikke mooi en ik waardeer het enorm. Gewoon even een goed, vet compliment. Ja. Nou, komt het derde punt. Ja. Als je hebt gevraagd, mag ik je complimenten geven, heb je eigenlijk ook de deuren opengezet naar de volgende vraag. Ik voel hem al aankomen. Ja, precies. Ja. Als ik je nou dingen zie doen die niet bij je doelen horen en die eigenlijk niet goed zijn voor het bedrijf, vind je dan ook goed als ik bijstuur, dat ik daar ook iets van zeg. Ja, zeggen mensen, ja, als je complimenten geeft, tuurlijk mag je ook bijsturen. Maar dan heb je wel een soort legitimatie, een soort toestemming gekregen om soms ook even gewoon feedback te geven in negatieve zin. En als je dat van tevoren hebt afgesproken, wordt het veel makkelijker. Dus dan kun je op een gegeven moment af en toe een minuutje nemen en zeggen, ja, ik zie je nou bezig met dingen, maar dat werkt niet mee aan jouw doelen, maar ook niet aan mijn doelen. Dus ik zou het anders aanpakken. Dan laat je het daarbij. Kan thuis ook werken, denk ik. Het werkt thuis ook. Ik denk zeker dat het thuis werkt. Ja. Ja, het is alleen een beetje moeilijk misschien om met je partner de doelen goed op papier te krijgen. Ja. Dat is misschien een beetje lastig. Ja. Oké, dankjewel, Ben. Graag gedaan.